Hallo allemaal, leuk dat je alweer kijkt naar de allerlaatste video van Agri Trader TV. En wij hebben het mooiste voor het laatste verhaal, want wij gaan vandaag apels rooien. Ik rijd al 3 jaar met deze machine. En ik heb ook op een aantal andere zelfrijders gezeten. Maar ik vind dit toch echt wel een genot om op dit ding te zitten. Hij is gewoon helemaal af. Er is eigenlijk gewoon niks waar nog iets aan markeert. Ja, dat zijn altijd kleine dingen natuurlijk, maar... Het is gewoon een hartstikke mooi ding en dat is gewoon in onderhoud redelijk onderhoudsvriendelijk. Qua gebruik is die eigenlijk super eenvoudig, als je het weet. En dan komt er bij dat die eigenlijk ook nog eens hartstikke goed werk levert. Het is een relatief zachte rooier voor de aardappels. Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen, maar... Hij is wel productvriendelijk. Hij is heel productvriendelijk inderdaad. En je kan ook niet... je kan hem wel zo instellen, maar je kan hem bijna niet zo instellen dat hij echt gigantisch gaat beschadigen. Oké. Want je stelt deze machine gewoon één keer in het perceel, stel je hem een keer in? Nee, ik stel dat altijd bij. Maar zeker nu, omdat dit perceel is dan beregend gisteren. En er zitten gewoon banen in die zijn natter dan andere banen. En dan blijf je toch een beetje aan het draaien en dan wordt ze goed te krijgen. Dan schadigt hij sowieso minder. Het mooiste is dat die rooier een klein beetje behangen is. Want dan, dan heb je een dubbelstootkussentje, zeg maar. Ja. En de kluiten die erin zitten, die moet eigenlijk een beetje zacht wezen. Hij stuurt ook wel heel erg krap. Als je dat net zo de bocht, dan denk ik van de stuurruitslag is ook al flink groot. Ja, hij is eigenlijk haast zo groot dat je de band wel van de velg af zou kunnen drukken als je dat wil. Een beetje mijn beleid moet een beetje aanvoeren, zeg maar. En is die rupsen die hieronder zitten, dat raakt ik ook al enigszins bij aan de kwaliteit van het rooien? In principe niet. Het enige voordeel van die rups, ja, er zijn natuurlijk heel veel voordelen qua bodemverdichting en dat hele verhaal. Maar het grote voordeel is dat die rooier is heel stabiel. Hij veert natuurlijk niet op die rupsen. Dus je hebt ook veel minder problemen dat je bek schommelt of dat die rooier begint te schommelen. Er zijn een aantal rooiers, dan kom je wel eens, als het dan heel hard is, dan hapt hij aan één kant en dan begint hij te waggelen. En dan houdt het bijna niet meer op totdat je aan het eind bent. Dan moet je echt stilstaan en wachten tot hij opgehouden is en dan ga je verder. Dit is de achteruitrijcamera, springt automatisch aan als ik achteruit ga rijden. Ja. Dit is hieronder, die kijkt hiervoor, hier zit in die schuif. Ja. Daar. Hier het eind van de camera, is hier het begin. Oké. Daar het eind. Ja. Is hier het begin, ja, het ligt dat niet aan. Daar word ik niet veel beter van. In ieder geval, dat is hier weer het begin. Ja. En dan hier het eind van die mat. Dat is daar. Ja. Dat is het eind van de axiaal. Dat zit hier in de hoek. Ja. Hier gaan ze op het transportbandje even mat. Gaan ze naar beneden, vallen ze hier in die ringelevator, gaan ze omhoog. Komen ze er hier weer uit. En hier zit ongeveer de bunker, achter hier. Oké. En dan hebben we nog achter voor lossen. Dat springt automatisch aan als ik de bunker vol heb, als die gaat lossen. En wat kun je daar op het scherm zien van Probotic? Dat is een nieuw, dat zit er sinds van het jaar op. Dat is een opbrengstmeting. Je kan precies zien waar en hoeveel kilo per hectare heen komen. Door middel van GPS en loodcellen meet hij precies wat ik op die plek rooi. Zeg maar. Oké. Okay. Nou is dat altijd een beetje... Als je natuurlijk veel kluiten rooit, dan klopt dat niet. Want hij weegt gewoon het netto gewicht wat in de bunker komt. Ja. Ja, per percentage kan ik later ingeven en dan past hij dat automatisch aan in het beeld. Kijk, dit is het perceel. Al dat groene, blauwe en gele heb ik al gehoord. Dat witte, dat noemen we. Ja.
donkerblauw is veel en rood is minder. Heel donkerblauw is boven de 90 en rood is niks. Dat heeft hij een gradatie van 10 tot 100 gedeeld. Op de PC kan je die kaart weer inlezen. En daar kan je hem ook onderverdelen in halve tonnen of tonnen. Ja, precies. Dan kan je dus ook de oneffenheden, want als ik nou heel veel kluiten hoor, dan schiet hij zelf nog 80 ton. Maar goed, dat is helemaal niet reëel, niet reëel voor dit perceel. Dus die zou je er met zekerheid niet meer uitvinden. Ja. Nee? Nee. Als we nou gewoon even buiten staan, dan kun je er wel intelligent praten. Gewoon eens zonder te rooien. Gooien, dan denk je, oh ja, je moet toch even goed opletten en dan wil je nog een beetje een normaal verhaal vertellen wat iedereen snapt. Tof, mooi, lekker. Ja? Ja! Vond je het ook een hartstikke leuke video? Geef hem even een dikke duim in de reactie hier onder. Ik wil jullie eigenlijk hartstikke bedanken voor al jullie kijkplezier. Nee, dat is niks. Was een leuke afsluiter, Niels. Ik weet niet eens een leuke afsluiter. Ik zeg hartstikke bedankt voor het kijken naar onze video's. We hebben 61 lang weken. We hebben 61 weken lang. 61 weken lang video's gemaakt voor jullie. Ik zeg hartstikke bedankt voor het kijken en het abonneren en alle reacties die wij hebben gehad op onze video's. En nou ja, ik word er wel een beetje emotioneel van, Niels. Ja, hè? Toch jammer, hè? Ja, Niels is eigenlijk die janka. Doei. Doei.